dat je partner je accepteert, echt 100% accepteert zoals je bent. Dat het gewoon een gezonde relatie is en aanvoelt, dat het ook zo aanvoelt. Mm-hmm. Jij weet gewoon donders goed of het wel of niet een gezonde relatie is. Hoi iedereen, ik ben Vanessa en ik kijk weer naar een nieuwe aflevering van Spot On. Het platform voor vrouwen, door vrouwen. Vandaag hebben we eigenlijk best wel een belangrijk thema. Want hoe blijf je onafhankelijk in een relatie? En wanneer merk je nou dat je heel erg afhankelijk bent van een persoon en dat het te veel is? Nou, dat ga ik bespreken met Miriam van Miriam's Life. Leuk dat je er bent. Ja. Welkom. Ik vind het ook leuk dat ik hier mag zijn. Ja, vind je het spannend? Ik vind het gezellig, ik heb er zin in. We hebben natuurlijk een tijdje niks van je gehoord. Ja. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, hoe gaat het met jou? Bij mij gaat het heel goed. Ik ben net terug van Turkije, dus ik heb een heerlijke periode achter de rug. Mm-hmm. En sinds kort ben ik weer in Nederland en ik moet zeggen, ik zit echt heel lekker in mijn vel. Ondanks dat het weer hier een beetje grauwig is, dus het is echt even wennen, even schakelen. Maar het gaat heel goed. Dat is ook wel aan je te zien oprecht. Oké, okay. Ja. Ja, dankjewel. Je straalt. Ja. Voel je je ook echt zo? Ja, altijd? Ik voel me echt goed. Ja. Hmm. Is dat anders geweest dan? Het is het leven, hè? Je hebt ups en downs. Dus ik denk dat iedereen wel eens periodes meemaakt waarbij je dus echt... dat je je minder lekker voelt, minder lekker in je vel zit. Mm-hmm. Maar dat is bij mij niet zo heel extreem, moet ik zeggen. Ik voel me echt eigenlijk altijd een beetje stabiel. En als het even niet lekker gaat, dan is het of ik ben ziek... Of ongesteld. Of, ja, sorry. Wat me wel is opgevallen, jouw video's op YouTube. Opeens waren ze allemaal weg. Ja, klopt. Hoezo? Ik heb inderdaad besloten om alle video's op privé te zetten. Dus ze zijn niet definitief verwijderd. Mm-hmm. Vanwege twee redenen eigenlijk. Okay. Dus de eerste reden is omdat ik eigenlijk toe was aan pauze. Dus echt een break. Mm-hmm. Als YouTuber zijn, ik denk dat andere YouTubers dat ook wel zich misschien ook wel hierin herkennen. Je krijgt natuurlijk ook te maken met heel veel comments. En het is ook al negatieve comments. En op een gegeven moment merkte ik dat ik echt... in zo'n negatieve babbel kwam. En daar hou ik niet zo van. Ik krijg van alle soorten reacties, ook echt over je levens, over je huwelijk. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, nu is het wel eventjes goed om even een break te nemen. En reden nummer twee is omdat ik bezig ben met een nieuw project. En daar kan ik helaas niet te veel over verklappen. Maar ik ben binnenkort wel terug met nieuwe video's. Maar de oude video's, zullen die ooit weer online komen, denk je? Dat weet ik nog niet zeker. Nee. Ik ben er nog steeds echt over aan het nadenken. Zou het ook iets te maken kunnen hebben met je relatiestatus? Ja, nee, absoluut. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja. Daar is iets in veranderd, begrijp ik dus. Daar is iets in veranderd, ja. Maar dat ga ik nog niet naar buiten brengen. Okay. Dat gaan ze vanzelf zien, zodra ik weer terug ben op YouTube. Je houdt het zo spannend. Nee, maar dat is misschien ook wel wat YouTubers... niet YouTubers, maar wat ook een beetje de kunst is van het online zijn. Is ook het een beetje spannend houden. Doe je dit nou bewust of zit je nog ergens mee? Spannend houden doe ik niet echt bewust, nee. Het is gewoon echt heel simpel. Ik ben met een nieuw project bezig. Er is inderdaad wat veranderd in mijn leven. Maar dat hou ik voorlopig nog even geheim, dus heel simpel. Nee, maar dit onderwerp waar we het nu over gaan hebben, onafhankelijkheid in een relatie, hoe je dat waarborgt eigenlijk. Jij wilt daar zelf heel graag over hebben. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik dus voorheen praatvideo's deed en ik kreeg ook regelmatig berichten van kijkers via Instagram, via e-mail. Met de vraag of ik het erover kan hebben in mijn video's. En dit onderwerp komt dus heel vaak naar voren. Mm-hmm. Dus ik heb een relatie, maar het gaat niet goed. Of ik krijg niet genoeg aandacht. Noem het maar op. En het heeft altijd te maken met afhankelijk zijn van je partner. Maar het heeft ook te maken met zelfliefde. En dat is iets wat ik echt heel erg promote. Dus ook via Instagram en YouTube. Ik vind het echt heel belangrijk. Wat betekent het voor jou nou om... onafhankelijk of afhankelijk te zijn in een relatie? Nou, afhankelijk zijn in een relatie is voor mij echt dus letterlijk je eigen waarde laten afhangen van je partner. Wow. Ja, dat is echt zover dat je dus bijvoorbeeld geen nee kan zeggen tegen je partner, dat je je sociale leven opgeeft voor je partner. Dat soort dingen, dus dat je echt rekening houdt met alles. Je kan niet alleen zijn, je kan niet eventjes weg met je vriendinnetjes of even op reis of
Omdat het niet mag van de partner of omdat je dat zelf dan niet meer wilde? Het is denk ik wel een beetje onbewust hoor. Dat, ik denk dat als je echt nog steeds zo afhankelijk bent, in die zin dat je echt geen eigen leven kan hebben. Mm-hmm. Weet je wel? Dat je elkaar niet echt die ruimte kan gunnen. Dat het eigenlijk niet meer gezond kan zijn voor je. Voor jullie allebei eigenlijk. Ja. Weet je? Dat is hoe ik het zie. Ik heb echt het gevoel dat je dit dus ook echt hebt meegemaakt. Ja. Het hoeft niet per se over je huwelijk of wat dan ook, maar meer gewoon in het algemeen, in andere relaties, dat je merkte van wow, ik ben echt afhankelijk van deze persoon. Ja, dat zou kunnen. Dat vind ik wel een goeie dat je dat inderdaad... Dat zou kunnen. Ik heb er niet echt bij stilgestaan. Maar in... Ja, ik heb natuurlijk niet heel veel relaties gehad. Maar ik denk dat ik tussen de, laten we zeggen, 23 en 30, dat ik sindsdien wel gewoon altijd onafhankelijk ben geweest. Ja, misschien wel te onafhankelijk. Ja? Ja. Kan ik dat ook? Iemand, dat kan ook, ja. Dat is ook niet gezond. Straks, Mirjam, ga jij ons wat tips geven? Of wil ik graag wat tips van jou hebben over hoe je nou kunt testen of toetsen of jij heel erg afhankelijk bent in een relatie of niet? En we gaan ook door naar de Spot On Squad. En we praten met ze over afhankelijkheid in een relatie. Ik heb mij afhankelijk gevoeld in een relatie. Eens. Helaas wel. Ik heb mij heel afhankelijk gevoeld. Mijn moeder is overleden toen ik 18 was. En toen was ik samen met mijn vriend. Vlak nadat mijn moeder overleed, dacht ik dat hij de enige was die mij kon redden. En die mij uit mijn depressie kon helpen. Die mij van mijn negatieve gedachten kon afhouden. En het was echt op een gegeven moment van, ik voel me niet goed, ik ga naar hem toe. Maar ik voelde mij elke dag niet goed, dus ik was ook elke dag bij hem. En op het moment als ik dan weg was bij hem, dacht ik van, hey, ik voel me nog steeds heel slecht en ik wil eigenlijk weer terug naar hem. Dus ik heb mij emotioneel heel afhankelijk gevoeld. Toen ik zwanger was van mijn zoontje, voelde ik me heel erg afhankelijk van de vader van mijn kind. Toen de tijd kon ik niet werken, ik kon niet naar school gaan. Dus ik was eigenlijk ook wel gewoon afhankelijk. Omdat ik in het begin van mijn relatie gevoel dat ik best wel veel heb weggegeven van mezelf. Uiteindelijk beetje bij beetje dat ik mezelf een beetje heb verloren eigenlijk. Nu op dit moment is het niet meer zo. Ik heb mezelf weer teruggevonden. Ik heb mezelf zelflof gegeven. Ik zit nu in een relatie en ik voel me best wel afhankelijk. Ik ben een soort van ziek geweest, dus ik heb op de bank gelegen. En nou, ik ging niet meer uit, ik zag mijn vrienden bijna niet meer. Ik merk gewoon heel erg dat hij een heel druk leven heeft en ik niet. Hij neemt mij altijd mee in zijn leven. Maar daardoor heb ik niet echt het gevoel alsof ik mijn eigen leven heb. Ik ben ook een soort van bang dat als ik mijn eigen leven ga leiden, dat ik hem dan nauwelijks ga zien, omdat hij het zo druk heeft. Ik weet ook niet heel goed hoe ik nu eruit zou moeten komen. Heb jij jezelf ooit verloren in een relatie? Ja, als ik bijvoorbeeld uit wil gaan, dan zei hij van ja, liever niet uit. Of je mag wel uitgaan, maar dan wil ik wel dat je op een bepaald moment zeg maar thuis bent. Op een gegeven moment, omdat hij het steeds vaker tegen me zei, deed ik dat dus ook. Terwijl hij het eigenlijk helemaal niet zo bedoelde, maar ik nam het dus best wel zo erg op me. Ik heb me zeker verloren gevoeld in een relatie. Op dat moment dat ik me machteloos voelde, voelde ik ook mezelf niet. Ik wist niet zo goed wie ik was, wat ik wilde, waar ik naartoe wilde. Dat lag op dat moment naar mijn gevoel ook niet aan mijn partner. Maar ook natuurlijk dat ik zwanger was en dat ik toen de tijd best jong was en het ook niet wilde op dat moment. Dat heeft jaren geduurd bij mij. Ik heb regels of ja, afspraken met mezelf gemaakt. Tijd dat ik mama ben en dan tijd dat ik gewoon Tashana ben. En zodoende heb ik dan, ging ik op date, alleen eten, alleen naar de film. Gewoon alles doen wat ik leuk vind. En zo beetje voor beetje door de jaren heen heb ik mezelf weer gevonden. Ik denk in deze relatie waar ik nu in zit wel. Ik was heel erg op mezelf. Ik was super independent. Ik deed alles alleen. Ik vond het heel chill om alleen te zijn in ieder geval. En nu dat ik met mijn vriend ben en ook bij hem woon, is het een soort van, oh, jij gaat dit doen? Oké, ik ook dan. Of jij werkt. Van hoe laat ben je thuis? Moet ik op je wachten? Gaan we samen slapen? Wat doe je morgen? Ik heb wel een beetje het gevoel alsof ik mezelf daarin verlies, omdat ik mijn eigen dingen niet meer oppak. En een beetje met hem, met zijn leven zeg maar, meeleef. Ik heb mijzelf zwaar verloren in de relatie, helaas. En het enge van jezelf verliezen is het moment dat je doorhebt dat je jezelf verliest. En dat je eigenlijk denkt van, hey, wie ben ik? Is dit wel wie ik wil zijn? Ben ik nog wel gelukkig? Het moment dat ik mezelf, dat ik erachter kwam dat ik mezelf echt was verloren, was eigenlijk toen ik op een gegeven moment in een veronderstelling was dat hij alles voor mij was op emotioneel gebied. En niet per se omdat ik zo verliefd op hem was, want hij was zo knap, ook natuurlijk.
Maar het was meer omdat ik dacht van, ik voel mij nooit veilig. Ik voel mij nooit op mijn gemak en bij hem wel. En dat was het moment dat ik dacht van, hé, maar het kan niet zo zijn dat als ik niet met hem ben, dat ik mij zwaar ongelukkig voel. Het kan niet zo zijn dat als ik wel met hem ben, dat ik me ontzettend gelukkig voel en al mijn problemen weg zijn en alle issues die ik heb meegemaakt en noem maar op, dat dat in één keer weg is. Hij moet niet de reden daarvoor zijn. Als hij dan de deur uitging, dan was ik echt tot aan janken toe van ja, maar ik wil niet dat hij weggaat. Omdat ik het gevoel had dat hij mij emotioneel zo staande hield. Op een gegeven moment merkte ik echt van, hey, dit is niet oké. Ik weet nog dat hij 3 dagen naar Engeland, naar zijn zus toe ging. En nou, ik kon niet meer. Ik dacht echt, hè, maar hoe kan dat? Wat moet ik deze 3 dagen doen dan? En uiteindelijk ben ik daar zo erg in gegroeid dat op een gegeven moment dat hij 3 weken naar Suriname ging, dacht ik, oh ja, lekker belangrijk, veel plezier, ik zie je wel weer over 3 weken. Dus dat is ook wel bijzonder om terug te kijken van, hey, toen was ik zo zwak. En nu kan ik het wel. Het is 1 jaar uit geweest, onder andere om mezelf weer even op te pakken. Maar nu zijn we sinds kort weer samen en we all good and happy again. Deze video is onderdeel van onze serie Toxic Relationships. En als je meer daarvan wil zien, klik dan hier. Dan zie je de video met Davane Holwijn over Mama's Boys. We hebben net de Spot On Squad gezien. En die vertellen heel erg over hoe zij heel afhankelijk waren in een relatie. Wat zou je hen als tip willen meegeven? Even reflecteren of je echt gelukkig bent. Wow. Dat is waar het om draait. Ja. Maar dat lijkt me super moeilijk, hè? Want dan zit je dus al in zo'n relatie. Bespreek je dat met vriendinnen? Bespreek je dat met familie? Of nee, echt met jezelf. Puur en puur alleen met jezelf. Want jij bent de enige die kan weten of je wel of niet echt gelukkig bent, 100%. Dus als je dat gevoel niet hebt, dan zegt het eigenlijk al voldoende. Echt? Ja, absoluut. Ja. Wanneer weet je nou, oké, ik ben onafhankelijk in mijn relatie? Onafhankelijk? Ja. Dat je niet zo vaak op elkaars lippen zit. Dus echt dat je elkaars ruimte gunt. Dat je gewoon bezig kan zijn met je eigen leven in die zin. Dat je tijd kan maken voor je vriendinnetjes. Dat je je werk kan doen. Dat je die steun al krijgt. Weet je wel? Dus als je bijvoorbeeld een droom hebt die je graag wil waarmaken. Dat je die steun al krijgt van je partner. Die dat ook gewoon toejuicht en je helpt om je eigen doelen ook te kunnen bereiken. Dat je partner je accepteert. Echt 100% accepteert. Zoals je bent, dus met je doelen, met je dromen en gewoon je eigen persoonlijkheid. Dat het gewoon een gezonde relatie is en aanvoelt. Dat het ook zo aanvoelt. Jij weet gewoon donders goed of het wel of niet een gezonde relatie is. Je YouTube-kanaal, we hebben het in het begin een beetje over gehad. Er zitten nieuwe dingen aan te komen. Ja, ja, heel excited. Ja, oké, je kan niet vertellen wat het is, maar kun je wel een beetje vertellen over wanneer dat gaat komen. Eigenlijk had het al lang live moeten gaan, maar... Nou zeg, je laat mensen echt wachten. Ja, ik heb ze inderdaad. Ja, dat is echt niet leuk. Maar er speelt heel wat in mijn privéleven, weet je. Dus voor mij is het ook echt belangrijk om met een lekker gevoel te starten. Ik hoop binnen nu en 1 maand, dus echt voor 2020, dat het... Ga je dus een nieuwe soort van doorstart maken? Ja, krijgen we een nieuwe Miriam te zien, denk je? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja, absoluut. Deze Miriam die is wel... Deze Miriam ziet er in ieder geval heel vrolijk uit, heel zelfverzekerd. Ja. Maar ook, ja, ik voel gewoon een hele positieve energie. En ik hoop echt dat je dat met je video's die eraan zitten te komen ook kunt doorgeven. Ja, dat hoop ik ook, ja. Dat is ook mijn doel. Dankjewel, Miriam, voor dit gesprek. Ik denk dat het echt belangrijk is dat je erbij stilstaat, weet je. Als je te afhankelijk bent van iemand, hoeveel invloed dat je op je hele leven kan hebben. Ja. Echt tof dat je hierover wilde praten met mij in dit geval. Ja, ik vond het ook leuk om hier te zijn, dus dank je wel. Heb jij misschien wel het gevoel dat jij in een hele afhankelijke relatie zit? Laat het even weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd daarnaar. En vond je dit nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Dan check ik jou in de volgende.